deze pletflesjes komen er 50 tot 100 miljoen in onze Nederlandse milieu terecht. 50 tot 100 miljoen elk jaar weer. En er is een hele effectieve manier om dat op te lossen. En dat is statiegeld. En een hele hoop landen om ons heen in Europa hebben dat ook gewoon. Duitsland bijvoorbeeld heeft een recycle percentage van 98%. Dus dat is echt enorm. Maatregelen enorm goed kunnen helpen. Dus bijvoorbeeld het verbod op gratis plastic tasjes. Er zijn dus 80% minder gebruikt. Maar je ziet ook nog eens dat er dus 50% minder uiteindelijk teruggevonden zijn in het milieu. Ik klaag plastic dus niet aan, maar onze omgang met plastic moet echt veranderen. Dus is statiegeld dus een schoolvoorbeeld van hoe dat zou kunnen. Hoe we dat samen organiseren, dat we dat materiaal weer terugkrijgen, dat we ook samen begrijpen, hè, wij als consument ook, dat plastic een waarde heeft en dat het niet alleen maar wegwerpmateriaal is. Neem een selfie met het plastic flesje dat je terug had willen brengen naar de winkel.